als je het niet doet, kan je er spijt van krijgen. Maar aan de andere kant, het is niet zonder risico's ook weer. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Het is ik weet niet voor welke dag het is. Het is woensdag. 9 juni. We zijn weer naar het ziekenhuis aan het lopen voor de tweede afspraak met de oncoloog. Terwijl dat we zo meteen wat mensen passeren. Dus, ja, daar ben je weer. Ja, ik ben op een of andere manier best wel zenuwachtig. Ineens. Dat snap ik, is niet gek. Ja, terwijl ik toch al in ieder geval goed nieuws heb gehad over geen uitzaaiing en zo. Maar toch ben ik ineens zenuwachtig. Ja, en nou, gisteren had je eigenlijk de MRI-scan moeten hebben. Die is niet doorgegaan. Vertel eens. Nee. Nou, omdat ik dus in één keer moest stoppen met de pil, ben ik ineens weer ongesteld geworden. En ze willen eigenlijk de MRI 10 dagen na de eerste dag van je laatste menstruatie. Snap je nog? Hmm. En dus die hebben we met een week verplaatst. Maar dat maakt gelukkig niet uit voor de behandeling als het goed is. Maar ja, ik had liever nu een geheel compleet plaatje gehad natuurlijk. Van hoe groot alles precies is en zo. En, maar ja. Nou ja. Misschien weten ze dat zo meteen toch wel te vertellen. Ja, misschien wel. En hopelijk ook wat meer over ja, de stappen. De routekaart, zeg maar, die we gaan belopen. Ja. Ze zijn allebei een beetje nerveus. En ja, een beetje zenuwachtig. We zijn weer samen. De zon schijnt. Ja, nou, we hebben in ieder geval zijn we vanochtend even op het strand gaan zitten. Ja. En daarna zijn we naar de behangen. Koning, John van Zweden. Bankparadijs. Wij noemden hem de interieurkoning van Den Haag en omstreken. Ja. En inderdaad, eventjes voor het huis, de vloer en behang en dergelijke. Voor een kostenplaatje, voor het totale beeld. Ja. Aangezien ik natuurlijk heel veel zelf wilde gaan doen en we nu niet weten hoe alles gaat lopen, is het toch wel handig om eventjes te weten wat het dan zou gaan kosten als we het allemaal laten doen. Dus vloertje, behangetje, verven, dat soort dingen. Kastje. Kastje. Een kastje hier en een kastje daar. Oké. Okay. Ja. Ziekenhuis. Nou, schat. Vragen paraat. Diep inademen. Je kan het, schat. Hè? Zo, nou, daar ben ik weer. Als je wat raar geluid hoort, dan is het Sergio die hier zijn baard staat te scheren. Doei! Nou, we zijn weer bij de oncologische rug geweest. En ik moet toch zeggen dat ik ook weer, ondanks al het heftige wat me te wachten staat, toch redelijk gerustgesteld ben. Ik heb de foto's gekregen en gezien. En daarin is duidelijk te zien dat er in ieder geval geen uitzaaiingen gevonden zijn. Maar je ziet ook duidelijk waar de tumoren zitten. En ik ga het even proberen te laten zien. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn rechterborst. Deze zijn zo zwart dat zijn mijn nieren en mijn hart en mijn keel. Die zijn natuurlijk allemaal altijd heel erg actief. Dus daarom zijn die opgelicht. Maar dat is geen uitzaaiing. Maar hier zie je dus mijn
rechterborst. En dat lijkt wel een Dalmatier. Dat is de grootste. Die is 2,4 centimeter. En dan zie je er hier nog één. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. En hier zou je ook nog kunnen zeggen 7, 8. Dus, ja. Je zou kunnen zeggen, waar laat ik ze allemaal? Maar, ja, er zitten dus 6 tot 8 tumoren in. Het kan zijn dat dadelijk uit de MRI blijkt dat ze wel met elkaar verbonden zijn. He, dus door een dunne lijn, dat ze toch, ja, wat niet zo gek zou zijn. Waardoor ze dan eigenlijk een grotere afmeting krijgen, maar dus het minder aantal zouden zijn. Wat er positief aan lijkt, is dat het er naar uitziet dat het inderdaad niet in mijn lymfe zit en niet in mijn oksel. Dat het echt puur in mijn borst zit. Dat het niet aan de huid vastgegroeid is en dat het ook niet aan de spier vastgegroeid is. En ja, dat zou voor het toekomstbeeld, voor eventueel een reconstructie als de borst wordt afgezet, een huidbesparende operatie kunnen zijn. Dus in plaats van dat er van mijn buik een nieuwe borst gemaakt zou moeten worden, van mijn buikhuid, om zo maar even te zeggen, dat het huidbesparend kan zijn. Dus heel de binnenkant wordt dan leeggemaakt en dan komt er of met buikvet of met siliconen of wat dan ook, wordt het weer opgevuld. Hi. Hey, hou je vooral niet in. Mijn scheerapparaat is leeg, dus ik zit met een half geschoren baard. Oké. Dus dat is inderdaad goed nieuws. Eigenlijk. Ik heb gevraagd wanneer de verwachting is dat ik kan gaan beginnen met de chemo. En dat is eigenlijk al de verwachting vrij snel. Ik heb namelijk volgende week dinsdag de afspraak met de internist. En zij verwachten dat ik misschien zelfs eind van die week of begin van de week daarna al aan de eerste chemo zit. Dat zou ook inhouden dat mijn haar al gelijk kan gaan uitvallen. Dus dat was wel even, ja. Aan de ene kant, je wil zo snel mogelijk geholpen worden. Dat je denkt, kom op, ga met die banaan. Maar aan de andere kant denk je, snel. Maar uiteraard, liever zo snel mogelijk. Sergio die heeft voor zaterdag een shoot gepland. Om een mooie portret te maken van mij en Jess. En ik heb ook een... Want? Wat gaan we met het portret doen? Sergio die wil heel graag, en dat wilde hij altijd al, maar Sergio wilde heel erg graag een portret van mij en Jessie op zijn lichaam laten tatoeëren. Dus dat gaan we doen. Zoveel doen. Houdt hij van mij. En als het niet goed afloopt, dan heeft de volgende vrouw gewoon maar naar me te kijken. Ja. Ja. Normaal. Normaal jij. Kap nou. Dus nou ja, heel spannend. Dus ik hoop dat, dat we mooie foto's kunnen maken. Voor mezelf heb ik besloten dat ik toch heel graag toch een hele goede vriend van mij foto's wil laten maken van mijn ontblote bovenlijf. Om gewoon mooie foto's te hebben voor zoals de oude situatie was. Voor de privécollectie. Ja. Dus daar gewoon van een mooi plaatje van hebt. Ja, op gewoon een mooie artistieke manier. Wat nog even belangrijk is om te onderzoeken, en dan word ik door de klinisch geneticus word ik daar nog over gebeld voor een afspraak om bloed te laten prikken om te checken of de tumoren genetisch bepaald zijn. Dat is weer belangrijk
om te bepalen of mijn andere borst ook geamputeerd moet worden uit voorzorg. En mijn eierstokken inactief worden gemaakt. Ja. Of eruit. Dus dat heeft niet met het hormonale te maken, maar dat heeft weer met de genetische kant te maken. Dus dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En als dat is, dan is het ook weer heel belangrijk voor mijn familie. Ja. Om te laten checken. Wat ook een best heftige keuze is, is dat we eigenlijk heel snel moeten bepalen of wij een bevrucht eicel gaan laten invriezen of niet. Want de kans dat chemo mij onvruchtbaar maakt is aanwezig. En überhaupt, stel dat toch zich alles herstelt en ik wel weer vruchtbaar word en ik zou zelf een kind gaan dragen, dan dan komen er hormonen bij kijken en dat is niet goed. Want als er slapende tumoren toch nog aanwezig zijn, dan kunnen die wel eens wakker gaan worden en dat wil je natuurlijk niet. Ja, dit is voor ons erg lastig, want als we dat zouden willen, dan moeten we als de sodemieter dat aangeven en dan moet dat al gebeuren voordat we aan de chemo beginnen. Maar we hebben ook wel eens gehoord, ja, dat schijnt geen pretje te zijn. En wat ik ook gelezen heb, is dat ook je dan weer een hormonale injectie in krijgt om die eicel weer te laten groeien en zien en... Ja, dan misschien moet ik daar morgen nog even over bellen om daar nog extra informatie voor te krijgen. Maar ja, het is ook alweer een heftig iets. En alles wat er al aan gaat komen. En in principe wat we ook zouden kunnen doen, is als we door het hele traject zijn en na die vijf jaar, hè, kijken als we dan toch nog ineens een wens hebben, kan ik ook nog steeds een eitje eruit laten halen. Maar dan zouden we een draagmoeder nodig hebben. En ja, wat zo fantastisch is, is dat we zeiden het eigenlijk als grapje naar onze, in onze groepsapp, waar we alles in bijhouden met al onze naasten. Van nou, we zijn op zoek naar een draagmoeder. Echt als grapje bedoeld. En... nou, mijn moeder had sowieso al aangegeven dat als dat nodig zou zijn, dat zij dat zo zou doen voor mij. En voor al haar kinderen trouwens. En dat mijn zus, Laura, ook gelijk me opbelde van ik wil je vertellen dat als je dat zou willen, dat ik dat voor je wil doen. Dat ik dat met alle liefde voor je wil doen. Als je het niet wil of door een ander is het natuurlijk ook goed, maar laat het niet een... dat hoeft geen discussiepunt te zijn, ik zou het voor je doen. En ook van Elena, de zus van Sergio, kregen we gelijk een bericht. En dan denk je van, Jezus, ja, hoe gezegend zijn wij gewoon dat zij dat voor ons over zouden hebben. Dat is echt onbeschrijfelijk. Dus dat is echt, ja. Kippenvel. Ja, zeker. Dit is voor ons even echt een heel moeilijk punt. Want we waren eigenlijk al heel blij met Jesse Silver. En we wisten helemaal niet of we nog een tweede wilden. We zijn echt een mooi drie-eenheid zo. Maar het is natuurlijk wel moeilijk dat nu de kans of ja, eigenlijk je keuze een soort van wordt weggehaald. En dat je ineens heel snel een keuze moet maken. Doe je iets wel, doe je iets niet. En aan de ene kant heb je zoiets van ja, als je het niet doet, kan je er spijt van krijgen. Maar aan de andere kant, het is niet zonder risico's ook weer. En alles wat ik nu al inga... Is al super heftig. Hè? En het moet in een korte tijd. En ook de arts, ja, als je... Je hoorde ook wel een beetje aan zijn toon van... Het is echt wel, ja...
een gedoe, noemde hij het even. Waarmee hij toch wel een beetje insinueerde van, dat is ook niet zomaar gedaan. En daar komt echt wel wat bij kijken. En het moet ook nog eens heel erg snel. En ja, dus dat is even lastig. Maar voor de rest zijn we echt eigenlijk heel opgelucht. Want ja, gewoon door dit verhaal toch weer meer vertrouwen gekregen dat ik dit gewoon ga doen. Dat het eigenlijk niet voorkomt dat de tumoren niet zouden slinken. Dat er ook geen uitzaaiingen zullen komen als ik in de chemo zit. Dat gebeurt gewoon niet, eigenlijk. Dat zijn allemaal dingen die je heel graag wil horen. Het schijnt, volgens mij val ik in herhaling, maar het schijnt dus wel zo te zijn dat als je je eerste chemo hebt gehad, dat dan al de haaruitval begint. Holy crap. Ja, het is allemaal wel heel snel, hè? Ja. Dus, nou ja. We gaan jullie meenemen in dit alles. En ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken voor al jullie steun en medeleven. En, bloemetjes en kaartjes. Bloemetjes, kaartjes, berichtjes, chocolaatjes. Ja, dat is gewoon echt onbeschrijfelijk lief. En ik hoop door dit dat toch ook andere mensen die dit mee moeten maken in wat voor vorm dan ook hier een beetje steun en kracht uit krijgen. En mochten jullie vragen hebben, dan kunnen jullie die altijd stellen. Voor nu ga ik denk ik maar weer afsluiten, want ik weet niet hoe lang het is. Over de vlogs, dit ook niet zo lang te duren, hè? Dan kunnen jullie dit gewoon allemaal bekijken. Ik ga nu lekker douchen, ik ga lekker mijn haren wassen nu ze er nog aan zitten. En mijn beenhaar mag er wel afblijven, vind ik. Bedankt voor het kijken.